Ik ga wel eens vaker naar een school om een cheque op te halen. Maar nog nooit is het me overkomen dat het bedrag zo hoog is. Ik zei het al eerder, ik vind het echt heel, heel, heel erg knap. Dus dank jullie wel voor jullie harde werk. Volgens mij was het een sponsorloop. Hebben jullie op allerlei manieren geld opgehaald. Echt te gek. Heel in het kort, waar gaat het nou naartoe? Dat weten jullie al wel. Het gaat naar Niger. Stichting Vluchteling verleent directe hulp bij acute nood over de hele wereld. Vorig jaar betekende dat in ruim 23 landen hebben we bijna 1 miljoen mensen op de vlucht geholpen. Dus wij zijn er als er echt heel erg nood aan de man is. Dan komen wij in actie met bijvoorbeeld medische zorg, voedsel of onderdak. Nou, we komen aan het geld op heel veel verschillende manieren. Zo worden wij bijvoorbeeld ook ondersteund door de overheid. Maar we hebben ook een heleboel particuliere donateurs. Hè? Dus mensen die ons eenmalig of iedere maand geld geven. En soms gebeurt er zoiets bijzonders zoals bij deze school. We hebben bijna 12.000 euro opgehaald. En ik vind dat echt waanzinnig. Ik zei het net al even hier toen ik de cheque in ontvangst mocht nemen. 100 euro was ook mooi geweest. Maar u snapt, hoe meer geld, hoe meer mensen we kunnen helpen. En ik vind het echt bewonderenswaardig dat deze leerlingen met elkaar, nou ja, echt keihard hebben gestreden om zoveel geld bij elkaar te halen. Petje af. We hebben van tevoren contact gehad met de school om te bespreken waar het geld naartoe gaat. Want u snapt, hoe concreter het doel, hoe beter de leerlingen ook weten waar ze natuurlijk zoveel geld voor ophalen. En ze hebben de wens uitgesproken om het geld te spenderen aan die mensen die zijn gevlucht vanwege het geweld van Boko Haram. En dat betekent in de regio Nigeria, waar Boko Haram actief is, daarvan zijn heel veel mensen gevlucht naar de buurlanden, bijvoorbeeld Niger, Cameroen en Tjaad. En in Niger hebben we specifieke projecten, onder andere, en daar gaat het geld dan ook naartoe. Boko Haram heeft een negatieve klank voor wat de scholen in Niger betreft. Ja, dat klopt. Boko Haram verbiedt westerse vorm van onderwijs. Zij willen alleen maar islamitisch onderwijs. Vandaar ook, onder andere, en ook door het geweld dat zij plegen, de ontvoeringen en de brandstichting. Vandaar dat veel mensen vluchten. En wij vanuit Stichting Vluchteling hebben geprobeerd om ook de leerlingen weer gewoon onderwijs te geven naar de gebieden waar zij naartoe zijn gevlucht voor hun veiligheid. Dus dat klopt. Veel leerlingen zijn gegijzeld door Boko Haram. Ja, dat is correct. Ja, en dat is ook direct de reden waarom de mensen vanuit die gebieden die door Boko Haram zo geteisterd worden, vluchten voor hun leven. Ik noem het wel eens heel simpel, Giro 999, maar het makkelijkste is, wanneer iedereen kijkt op onze website, vluchteling.nl, dan zie je gelijk een button, doneren, en daar vind je alle informatie die je nodig hebt.